zijn namelijk bij een bijzondere tentoonstelling. Het is de allereerste YouTube-tentoonstelling ter wereld. En speciaal voor deze tentoonstelling hebben we een fantastische samenwerking aangegaan met Samsung als sponsor. Ja, wij gaan naar Concentrate voor het grote openingsmoment. Kijk maar even mee op het scherm. YouTube is de afgelopen 15 jaar erbij gekomen als het allergrootste videokanaal naast radio en televisie. En heeft zo'n enorme impact op ons dagelijk leven dat een instituut als Beeld en Geluid dat gewoon moet laten zien. Beeld en Geluid heeft zich de afgelopen 10 jaar in zijn tentoonstellingen vooral gebogen over radio- en televisieonderwerpen. Laat zeggen traditionele media. Maar inmiddels zijn we als instituut ook opgeschoven naar multimedia en willen we een opvatting hebben over het audiovisuele erfgoed van de toekomst. En daar is YouTube natuurlijk een prachtig voorbeeld van. We vinden het heel tof om te zien dat de creativiteit zo in het zonnetje gezet wordt hier. En alle aspecten worden belicht, van de makers tot de kijkers. Als ik persoonlijk mijn ultieme YouTube viewing party zou kunnen geven, dan zou dat er ongeveer zo uitzien. You broke me down, tore me apart, but don't you dare.